ik moest even denken aan dat filmpje van Obama. Weet je wel, dat wordt vaak vertoond. Dat hij het even. Die het even niet meer weet. Dan zit hij zo, weet je wel, zo. Zo. En zo. En zo. Ja, dat is. Ja, dat moment had ik ook eventjes. Toen ik van de week dat bericht las. Over het asiel, vrienden. Dat is zo'n verschrikkelijke puinhoop. Dat is het al, een puinhoop. Maar het wordt ook alsmaar erger. Ja, wat, heb je het nou weer gelezen? Want ik dacht bij mezelf. Dit is toch niet meer uit te leggen wat er nu gebeurt. Met dat hele asielgebeuren. Allereerst, er komen al meer dan 1000 asielmensen komen, zoekers die komen het land in. Elke week 1000, meer dan 1000, kun je je voorstellen? Ongelooflijk. En ze weten van de pure ellende niet meer waar ze moeten plaatsen, waar ze met die mensen heen moeten. Nee, natuurlijk niet. Nee. Als je het maar binnen laat komen. Ja, waar moet het heen? En wat zien we nu dan? Nu stoppen ze geloof ik in 50 hotels. Heb je dat gelezen? 50 hotels, vakantieparken, weet ik veel. 8000 asielzoekers hebben ze daar ingestopt. Ja. En dat kost, ja, let nou even op, hé, daar komt die. Dat kost de Nederlandse staat 4 miljoen euro per week. Nou, vrienden, ja, en toen zat ik dus dit te doen ook. Toen deed ik met Obama. Ik denk, nou, hoe is, dat is toch niet meer uit te leggen. Vrienden, aan mensen die thuis zitten. Al die 30-jarigen en net daaronder, die allemaal nog thuis wonen en geen woning kunnen vinden. Nee, hoe is dat nou uit te leggen? En hoe is het uit te leggen aan de mensen die eigenlijk een beetje financieel geholpen zouden moeten worden in Nederland? Dat je wel geld hebt, 4 miljoen euro per week. Om even, die jagen we er doorheen. Dat, vrienden, hoe dan ook. Dit hele verhaal is gewoon niet uit te leggen.